Ja, natuurlijk Fischie weer en vandaag weer een nieuwe live commentary hier op Black Ops 3, de beta natuurlijk. Ik kies Evac voor de duidelijkheid, want die had ik nog niet geüpload. Maar ja, als het weer Combine wordt, ja, ik kan er niks aan doen jongens. Het wordt alleen maar Combine, dat is wel een beetje een nadeeltje. Maar daar gaat het eigenlijk ook helemaal niet om. Het gaat om het wapen waarmee ik ga spelen. Ik ga met de M8A7 spelen. Dat is een 4-round burst rifle. Net zoals de M8A1 uit Black Ops 2, hè. En daar is hij ook natuurlijk van meegenomen. Ik heb er dus al even mee gespeeld. Daar is level 7 natuurlijk. Je ziet dat ik heb grip en quick draw en een red dotje erop zet. Want dat ding is wel echt veel lekkerder hoor. Met een red dot, moet ik eerlijk zeggen. Wat dan meer? Ja, ik had hem ging even streamen net. Dat was foutje. Met het wapen. Maar het was heel erg laggy. Dus dat heb ik ook niet uploaden. Maar ik streamde hem niet. Dus je zag alleen mijn facecam. Hartstikke leuk natuurlijk. Stom. Maar OBS kan je natuurlijk alles instellen. Ik kan meerdere scènes instellen, zoals het heet. En ik heb verkeerde scène, tenminste het verkeerde knopje ingedrukt. En wel de goede scène, want ik had alleen mijn facecam natuurlijk. Want nu neem ik alleen mijn facecam op met OBS. Maar ja, we gaan even kijken hoe dat wapen een beetje functioneert. En of ik een leuke score mee kan neerzetten. Want ik speelde net tot nu toe alleen maar tegen crappy teringleiers. En dit probleem, deze map is wel heel erg, zeg maar, competitief ook ingesteld. Dus, maar ik wil niet te campy zijn. Dat is ook niet leuk om naar te kijken. Oh, man. Het probleem is wel dat ze heel veel opwachten. En, ik heb mazzel. Je kan helemaal niets doen, jongen, hier. Ze blijven maar opwachten. Hier, 3-0, 4-0. Ze blijven maar opwachten. En jij wil aanvallen. Zijn ze nou dood? Ze zijn dood, gelukkig. Dat is lekker. Oh my god. Ik moest even een turn aan doen. Enemy took A. Hey. Kijk of ze hier komen. Friendly UAV inbound. Securing A. Ja, dat wil ik net zeggen. Maar. A locked down. Ze hebben A alweer. Jezus, mensen. Ik moet toch een beetje anders spelen hiermee. Want. Dit wapen is natuurlijk. Hoe moet ik het zeggen? Je speelt er een beetje. Je kan er een beetje mee passief spelen. Oh my fucking god. Zeg maar dat ik mazzel heb. Oh! Ik heb geen mazzel! Dat was een faal. En hij kwam weer via de zijkant eruit. Ja, het is echt een lastige map toch al. Langzaamaan aan het worden. Vooral omdat je ook gespawntrapped kan worden. Friendly hellstorm inbound. En dat blijft wel een beetje een nadeel hierin. Oh, ik moet even uit die gezichtsveld blijven. En we gaan even kijken of ik hier een score kan. Care package incoming. Ik hoor ze komen. Securing B. Infantry down. Ah, kut! Heb bijna die cap en dan gaan ze weer van die kant. Maar die gasten komen ook niet helpen. Jullie moeten wel een beetje helpen. Kijk. Tip is charged. Oh, kut, daar staat er daar weer een. Oh, we hebben Lilo natuurlijk bij ons. En de Lilo, ja, die speelt voor het eerst. Nee, hij speelt niet voor het eerst, maar. Hij speelt niet voor het eerst, maar toch. Ik heb die Tempest natuurlijk. Oh my fucking god. En dan word ik geflankt, ja. Ja, ik heb wel rapid fire kreeg ik in beeld. Oh, dat was wel cool. We gaan even kijken. We gaan even kijken of we... Goeie... Oké, kom op. Oké, nice. Oké, nice. Hey. We hebben eindelijk die cap. Dat was de bedoeling. Oké. Kom maar hier. Kijk of het... Oh. Oh nee, Hellstorm. Ik wou net zeggen. Oh, dat is kut. Hellstorm is binnen. Hey, we spelen een 6 tegen 3. Echt kut. Nou. UAV departing AO.
Oké. En de caps zijn geswitcht. Ja, alles is geswitcht. Oh, kut, we spelen weer tegen drie man. Ik vind echt dat het echt... Dat is een nadeel hier al in deze game. Ik vind dat er gewoon echt die gasten... Ja, ze kwitten heel snel, vind ik gewoon. En dat vind ik jammer, weet je. Dit was slecht, Chris. Ze moeten niet kwitten, weet je. Dat is zo lang... Ja, gewoon kut. Je moet niet meteen kwitten. Je kan wel kwitten, maar... Weet wel, het wordt gewoon snel gedaan, vind ik gewoon nu. Hostile UAV above. Nou, lekker hostile UAV natuurlijk weer. Kijk, want hier spawnen ze. En ja, dan kom maar. Hier. Daar kwamen ze. Daar kwam er één. Daar komt hij. Oké. Ik ga proberen spawn te hebben. Nee, dat kan niet in je eentje. Oh, ze bleven wel komen, jongen, die gasten. Zijn ze erbij? Nee, ze zijn met drie mensen. Maar ja, dan is het nog steeds lastig natuurlijk als je met drie... Energy surplus available. Kijk of het lukt. Ah, dat lukt niet. Gingen mij flanken. What the fuck, zeg. Ah ja, oké, kom op. All locations secure. Maintain current posture. Ah, kut! Oh nee, achter me! Ah, jammer. Ik hoop dat ze de tweede ronde even gaan joinen. Want dan kunnen we meer kills maken. Of ik kan meer doodgaan. Kan ook natuurlijk, ja toch? Echt kut, man! Dat ze elke keer quitters. Ik word er helemaal gek van in de game. Net ook al en gisteren ook al met streamen en zo. Ze maken geen potje af en zo. En aan de ene kant kan ik ze ook nog een beetje gelijk geven, ook nog, snap je? Als je gewoon elke keer gewoon ja, zo shit tegenkrijgt, dan word je toch helemaal gek van. Maar ja. Secure the objectives. Nou, kom op jongens. Securing C. Valt nog mee. Ik kill nog een beetje wat. Dus ik speel non-lethal natuurlijk gewoon. Securing B. Hier kijken. Ik pak de cap wel. Jongens, was niet handig. We keken met z'n allen naar één kant. UAV inbound. Oh my god! Dat was een double kill. Nou, dan gaan we even die cap pakken met je. Zo, en die daar. En een. Wat ik weer. Oké. UAV mission timeline 50% check. UAV inbound. Thanks for the work, UAV. Zo? Yes! Emmen Rolling Thunder. We gaan even kijken of we daarmee kills kunnen oppikken. We gaan gewoon proberen snel mogelijk het potje even te eindigen. Niet als ik zo dood ga, Chris. Geen kills met mijn Rolling Thunder. Friendly Hellstorm inbound. Ja. Ah, ik sloeg hem, maar dat kan niet meer, hè? Je kan geen kills behalen van met stunnen. Losing C. Pak die, laat die cap pakken, jongens. Waar zitten ze? Ah, echt kut, jongens. Ze joinen ook niet meer. En ze is achter me. Logisch natuurlijk, want waar komen we vandaan? Huh? Oh, onder de B vandaan. Ja, daar komen ze vandaan. Losing A. Nou. We gaan maar naar A. Zo, toch een kill gepakt. En die moest reloaden en dat ging helemaal mis.
Zo kut, jongens. Hunten naar kills, hunten naar kills. Hier, triple cap hebben we de hele tijd al. En dan word je gecampkilled, ja. En logisch natuurlijk. Echt kut. Ja, ik vind dat ze dat nog wel een beetje moeten... beter moeten aanvullen. Zo, dat deed ik dan wel lekker dan. Die dropshot erbij. Oh, what the fuck? Ik ben geslagen of zo. Hij kwam ineens daar vandaan, die gast. Die sponde daar om die hoek. Dat is zo kut. 25-18, ja. Het is... we hebben wel MVP geworden. Zo kun je het ook zien, ja toch? M4 dus een wel een lekker wapen. Je gaat alleen wel, vind ik zelf, een beetje meer van het klitsen. Maar ja, het hoort er gewoon nou eenmaal bij, hè. Dat het hoort er nou eenmaal bij. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vonden. En vergeet niet een blauw duimpje te geven natuurlijk. Wat nog meer, ja. Er komen nog meer fits aan natuurlijk van Black Ops 3. Ik hoop even een EVAC inderdaad. Want ik wil EVAC wel even uploaden. Maar dat gaan jullie wel zien. Tot de volgende keer en bye bye.